Yo mensen en welkom op mijn kanaal en welkom terug bij een nieuwe video op FIFA 17. We hebben het eindelijk, dus gaan we het ook beginnen spelen. Excuses dat ik een paar dagen niet heb geüpload, maar ik had nog andere dingen te doen, zoals studeren voor school enzovoort. Dus daarom kon ik geen video's uploaden. Ik had ook geen echt video's gemaakt, dus ja, kon ik niet veel uploaden, alleen maar shit. Dus, maar dat terzijde, FIFA 17 is eindelijk bij mij thuis en we gaan het gewoon kapot spelen. En hopelijk kunnen we deze wedstrijd al meteen winnen, zullen we wel zien. In een mooie Allianz Arena en tegen wie spelen we vandaag tegen Manchester City. Oké, let's go. Als ze ook vandaag weer zouden verliezen, dat zou erg slecht zijn. Vidal. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Daar is de kans om een kleine. Robben met de kans. Ja, ja, ja. En hij maakt het af. En zo staan we toch 1-0 voor met Bayern München. Robben met zijn gekende actie naar binnen komen met zijn linkervoet. En hij kan hem gewoon afwerken. En kijk eens. De vreugde is van de gezichten af te lezen. Een mooie actie van Robben. En boem binnen. Mooie actie en zo staan we toch al op een mooie 1-0 voorsprong en hopelijk kunnen we dat vasthouden. Robben is daar al meteen terug hoor. Kan hij afwerken? Robben, Lewandowski misschien? Ja, 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 daar is het 2-0. En zo gaat het natuurlijk vlot. Lewandowski met de 2-0. En Manchester City al meteen in nauwe schoentjes. Ja, mooi gedaan van Lewandowski. En de 2-0 staat op het bord. En dit is toch een goede boost van mij. Want... aanval afgewend met een scherpe tackle. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. En dus loopt deze aanval op niets uit. De achterhoede is... Lewandowski, ja, 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 daar is de 3-0. Simpel afgewerkt. En dit gaat wel heel gemakkelijk, deze wedstrijd. Lewandowski al met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En kijk, de supporters eens te keer gaan, zeg. Voilà, zo simpel gaat het. Alsjeblieft, Lewandowski met de 3-0. En we zijn nog maar 19 minuten aan de gang. Hoe gaat dit aflopen? Waarschijnlijk zal hij straks wel rage quitten of zo. Maar voorlopig houdt hij het nog rustig, dus zij Robben nog iets van plan is. Robben. Hij neemt hem. Ah, oh, bijna. Ja, zo gaan we rusten met een 3-0 voorsprong. Tactische wissels. Een dubbele wissel. De trainer is niet tevreden. Douglas Costa en Joshua Kimmich. Oké, laten we aan de tweede helft beginnen. Oh, Lewandowski op je helft blijven. Nou, de bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je wel is goed. Hij heeft de bal. Xabi Alonso. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Oh. Lewandowski misschien kan uithalen. Lewandowski. Ja, ja, ja. Schitterend doelpunt van Robert Lewandowski. En hij brengt de stand op een 4-0. Heel mooie actie van Lewandowski. En in de linker benedenhoek. Oh, hij legt, wat gaat hij nu? Ja, hij legt de verbinding af, mensen. Zo komen we aan het einde van deze eerste wedstrijd. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. En dan zie ik jullie graag volgende keer terug voor weer nieuwe video's. Bye.